Hey, hallo, Corine hier. Ik ga jullie dadelijk een kant-en-klaar project laten zien. Ik heb hem niet live opgenomen, expres niet, omdat ik wist, dit gaat heel veel tijd kosten. En dan had ik wel een video gehad van 3, 4 uur lang. Ik denk, ja, daar ga ik jullie niet mee vervelen. Maar ik wil hem wel uitleggen hoe ik hem gemaakt heb. Dan kun je hem sowieso ook nog nagemaken als je dat leuk vindt om te doen. Ik ga eerst laten zien wat ik eigenlijk allemaal voor in dit project heb gebruikt. En dat is best veel. Ik heb een nieuw Uni Paper Pad gebruikt, Uni Colors. Die komen deze week uit. De Shades of Brown. Dus dat zijn allemaal bruin tinten. Nou, je zag het al, een boom. Echt heel veel tinten bruin. Een beetje grijzig bruin, lichtbruin. Echt helemaal te gek. Ik hou van zulke paper pads omdat je dan heel veel kleuren hebt. Zo heb ik hem ook gebruikt in de Shades of Blue. Nou, hetzelfde verhaal. Heel veel blauwe tintjes. Dan bedenk ik me ineens dat ik nog een paperpad moet pakken. Want ik heb er dadelijk nog één nodig die ik ook gebruikt heb. En dat is deze. Dat is Shades of Blue en dat is Pattern Paperpad. Dus het zijn allemaal patroontjes. Streepjes. Kijk, oh, er komt van alles uitvloepen. Nou, dat vinden we dadelijk wel weer. Heel leuk voor details op je project. Of gewoon achterkanten of gewoon voorkanten. Maakt ook helemaal niet uit waar je het voor wil gebruiken. Maar gewoon leuk om te gebruiken. Dat was nog een driehoekje, die gaat er terug in. Dan heb ik Shades of Green gebruikt. Nou, er zitten hier een paar paperstukken in die er niet in horen. Excuus. Maar ik bewaar mijn groene, omdat ik heel veel groen ook gebruik, nu maar een beetje bij elkaar. Want ik zoek me verloren. Ik ben wel heel blij met groen. Want groen is altijd, ja, weet je, je hebt gras, je hebt bomen. Groen heb je altijd nodig. Nou, en deze heb ik gebruikt voor bloemetjes. Allerlei tintjes in het roze. Heel licht. Naar de paarse tint toe. Dan heb ik gebruikt een oud blokje. Voor de bruin tintjes. En dat kan je ook uit de andere. Maar ik had hier net weer iets ander bruin in. Wat ik dus beter voor matchen. Dat is echt een van de eerste. Het is niet een van de. Dit is het eerste blokje, het furry. Dan heb ik gebruikt deze tekst. En daar staat op mijn project Down on the Farm. Dan hebben we van de Sweet Stories heb ik deze grote boom gebruikt. Die vond ik gewoon echt te gek op de achtergrond. Ik denk, dan heb ik lekker goed vulling. Dan heb ik dit diertje, Betty. Nou, Betty heb ik deze keer niet in het zwart-wit gebruikt, maar in de bruintinten. Dus daar had ik dat furry, dat kleine petje, peperpetje voor gebruikt. Dan hebben we natuurlijk gras. Ik heb heel veel gras gebruikt erop. En dan hebben we deze bomen, die vind ik ook wel heel tof. En wat ik fijn vind om die bomen te verwerken, is als je hier het bovenste gedeelte met het EZ Craft Tape doet. Met die grote rol, weet je wel, van Studio Light, deze. Daar maak je dus je sticker van. Dan kan je dit gewoon weer mooi op je groene boom plakken. Dan hoef je niet met lijm te kliederen. En dan krijg je ook echt dit idee. En het huis. En het huis heb ik dus ook gebruikt. Dan ga ik het project laten zien. En dat is best een aardig dingetje. Ik ga hem eerst zo wegzetten. Dan is het een shadowbox-achtig idee. En dan vergeet ik nog iets. Maar dat is niet meer te koop. Dat is de wolkenachtergrond die ik gebruikt heb. Nou, hij is ietsjes. Ja, dan komt dat. Mijn kamer is wel iets wat killig. Dus alles gaat een beetje bollig staan. Maar ik ga hem even laten kantelen. En dan kunnen jullie hem in zijn geheel zien, denk ik. Ja. Zo moet het goed zijn. Nou, zoals je ziet, ik heb van Betty heb ik een meisje gemaakt. Ik heb daar haar ook een bloemetje gegeven. En dan vergeet ik nog één set. Oei, en dat is de set. Niet van de poesjes. De accessoire set van de poesjes. Kijk, daar zitten die toffe muisjes bij. Die heb ik ook gebruikt. Nou, hoppakee, kunnen er ook nog wel bij. De bloemetjes, die heb ik uit een oudere serie van Studio Light gebruikt. En dat is een set, deze. En dat is een shaker set. En er zit zo'n strip met bloemetjes bij. Als ik veel bloemetjes nodig heb, pak ik die altijd. Want dat vind ik wel handig.
Dan heb je er gelijk een heleboel. Nou, die muisjes die spelen in het gras. Dit muisje die kijkt naar Betty de koe. Betty is een meisje geworden deze keer. Nou, ik heb... Oh, die ook nog, het hekje. Waar heb ik dat nog verstopt? Want dat had ik ook gebruikt. Oh, ja. Dat is deze. Zie je? Het was nog niet eens klaar. Het fence, het hek. Heel leuk, want je kan hem met het hartjes gebruiken. Deze keer heb ik het punthekjes gebruikt. En Betty die hangt heerlijk over het hek. Nou, ze staat dus eigenlijk gewoon op de boerderij. En dit is het boerenhuisje. Ik vind dit huis ook heel tof, omdat dat, ja, die screen, dat zonnescherm erop zit. Dat is echt zo van vroeger, weet je wel, die zonneschermpjes. Nou, hoe heb ik het gemaakt? Ik ga hem heel even op mijn mat leggen. Mijn glasmat ongeveer. De lengte is 20,5 bij 14,5 hoog. Dus hij is 20,5 breed. En hij is 14,5 hoog. Toen heb ik, want ik wilde dus hier een stuk. Kijk, ik heb hem aan de zijkant. Ja, hij is niet. Ik heb het gisteravond nog gauw. Ik denk, ja, als ze maar bekleed is. Want ik wilde hem ook nog bekleden. Ik zie nu in ene dat het niet helemaal netjes is gegaan hier aan de onderkant. Ik heb hem eerst van helemaal wit papier gemaakt. Deze is dus 20,5 bij 14,5 hoog. Toen heb ik twee delen gepakt. En dat is ook 14,5 hoog. En de lengte die komt uit op 9, maar je moet nog een omslag rekenen. En ik heb hem een centimeter overlap, dus 10. 10 bij 14,5 en je reelt hem hier op 1 centimeter. Dan plak je hem dus als het ware hier aan de achterkant vast. Dan de schuinte heb ik dus na 1 centimeter gepakt. En hier heb ik hem 2,5 hoog gehouden. Zodat je dus ook dit stuk, zo'n stuk hier aan de voorkant erin kunt plakken. Want 3 van zulke stukken, ja, deze is gewoon helemaal vies geworden en nat. En die was niet goed van maat. Het was ook even eerst een proefmodelletje. Dus het is 14,5 hoog. Hij is 10 breed. Je reelt hem op een centimeter. En je zorgt dat hij hier 2,5 hoog is. En dan ga je schuin naar boven toe. Nou, dat doe je ook aan de andere kant. Die heb ik dus aan elkaar geplakt. Toen heb ik het hele gedeelte wijd open gelegd. Toen heb ik dus eerst die wolkenachtergrond gemaakt met de blauwe inkt, de lichtblauwe inkt van Studio Light, de grootste, en een blending brush en de wolkjesachtergrond van de Sweet Stories, maar ik vrees dat die niet meer te koop is. Nou, en toen ben ik dus, toen dat gekleurde gedaan was, toen heb ik mijn paneeltjes, zeg maar, 3 paneeltjes heb ik erin gezet. Gewoon vastgelijmd op afstanden, een beetje gerangschikt. Dat ik dacht van oké, ik wil ongeveer zoveel hebben. Later dacht ik nog, zou ik nog tussenstukjes maken. Maar ja, weet je, hij kan nu eigenlijk zo plat. Dus in principe kan die gewoon zo helemaal in een envelop. Zie je? En dat is het fijne, want hij moet ook mee naar de beurs. Morgen staat hij op de beurs te pronken. Nou, en toen ik daarmee klaar was, toen ben ik natuurlijk alle onderdelen uit gaan stansen. Mijn huis heb ik ietsjes verdiept gemaakt, zodat je toch nog een beetje, een beetje naar binnen kan kijken. Dat heb ik met foam gedaan. Nou ja, Betty wijst vanzelf natuurlijk. En de diertjes en de bloemetjes. Nou ja, en de bloemetjes heb ik allemaal met hete lijm opgeplakt, want dat vind ik wel wat fijner. Nou, ik geloof dat ik er verder eigenlijk weinig over hoef uit te leggen. Ja, als laatste dan de tekststempel nog. Dat was wel even tricky, want ik moest natuurlijk nog een stempel. Ik denk, ja, ik wil toch een tekst erop hebben. Nou, ik vind hem zelf wel heel gaaf geworden. Ik hoop dat hij heel blijft. Omdat de mensen hem ook netjes laten staan. Want ik wil hem ook nog meenemen naar de demo's. Maar mocht je morgen is donderdag of vrijdag of zaterdag naar de beurs gaan. Hij staat in ieder geval op de beurs. Nou, ik dank je wel voor het kijken. Mocht je hem gaan maken, laat het me horen. Tag me, vind ik hartstikke leuk. En tot de volgende echte live video dan maar weer. Doei doei!